met de boerderijdagen willen wij laten zien wat we als melkveehouder tegenwoordig allemaal doen. Hè? En dat we absoluut geen geheim hebben, maar dat we alles willen laten zien hoe alles reelt als helpt op een melkveebedrijf. Nou, het leuke aan melkveehouder zijn is dat je dat elke dag totaal anders is. En je werkt met levend vee, hè, je maakt geboortes mee, hè, je bent met het hele proces betrokken. Hè, en je ziet die dieren ook produceren. Het is een stukje eigen werk wat je terugziet. En ja, je creëert producten op het land, hè, dus gras en mais, die teel je. De koeien maken daar lekkere melk van. En wat je vandaag kunt proeven onder andere is dat er ijskoos van onze melk gemaakt zijn. Het boeren op zich is nog steeds hartstikke mooi. Ik denk het mooiste beroep van de wereld. Hè. De randzaken eromheen, hè. De overheid en eventueel ingrijper ervan, die maken het minder prettig. Maar desondanks denk ik dat we toch door moeten op de ingeslagen weg om duurzame investeringen te blijven doen. Want als je wil blijven in de toekomst, zul je zeker die kant op moeten gaan. Wij zijn duurzaam omdat wij onder andere al een 840 zonnepanelen op ons dak hebben liggen, waar we ongeveer 60 huishoudens mee van stroom voorzien. En daarnaast hebben we ook al een emissiereducerende vloer liggen die ook heel erg goed is voor de klauwen van de koeien, omdat ze op volledig rubber lopen. Nou, tot nu toe is de opkomst uitstekend. Ja, het weer is natuurlijk hartstikke mooi. Hè? En, je merkt gewoon dat gezinnen met jonge kinderen echt wel willen zien waar komt ons eten vandaan. Hè? We hebben een tal van spellen en activiteiten hier. Een stormbaan, een skelterbaan. Allerlei weetjes van hoe, over koeien en dieren. Hè? Mensen kunnen zelf naar de melkrobot kijken of de koeien vrijwillig er naartoe komen. Nou, het is hartstikke druk. We zijn heel blij met het resultaat.